This is too real. Good. Ja, man. Dit is echt belachelijk. Mijn passie is begonnen met de film Jaws. Door de voorkant van de film. Gaf me altijd kippenvel, koude rillingen. Ik was toen 9 of 10. Te jong, denk ik. En ja, daar begon ik langzaam haaien spulletjes te kopen. Posters, t-shirts, handdoeken, badmutsen, schoenen, sloffen, slippers. Vanaf daar ben ik blijven kleven. En die fascinatie is daar gewoon in de breedte compleet uit de hand gelopen. Waar ik gewoon wel gek van opkeek, was ook vooral als wij dan een film kijken over haaien. Dat hij echt heel enthousiast wordt. Maar echt gewoon als een blij kind die echt op zijn stoel zit te wippen van, oh, wauw, een haai. De souplesse waarmee hij door het water beweegt. Heel gracieus. Maar ook zeker de dreiging. Onvoorspelbaar, niet te lezen. Zonder uitdrukking. Zoveel angst inboezemen. Ja, ik kan niet wachten. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Welkom. Helemaal goed, dankjewel. Oké. Dus ja, ik ben wel nerveus. Ja, dit is voor mij wel ongekend. Hey, how's it, Melvin? How are you? Welcome to White Shark Projects. Thanks. We're in Hans Bay, the White Shark capital of the world. So you pumped and ready to see some white sharks? Yes, I am. So now get ready to get in that water and come face to face with my favorite animal in the world, the great white shark. So this is one of the first underwater virtual reality headsets in the world. So let's load it up. And now we're ready to go. Smart. We're broadcasting a 4G signal to this buoy, which is then being sent into the headset that you'll be wearing underwater. Are you ready to go? All right, enjoy it, okay? Oh shit, it's you. Wow. Oh wow, ik ben wel hier. Oh man, this is great. Is it awesome? This is ridiculous. Dit is dus wat er allemaal mogelijk is tegenwoordig. Bizar. Ja, super cool. Super tof.